veel zelfs al. Oké. Ja. En dan ga je 150. Tens AMS. Ja, dat is nogal. Het zijn er aardig wat. Ja. Dan zit het bijna vol qua gebied, denk ik niet, of qua territoriums. Het wordt redelijk vol. Ja. We zijn nu nog wel aan het herplaatsen her en der. De plekken waar je ook aan herplaatsen, die raken ook vol. Ja. Dus daar zou je weer een discussie kunnen krijgen over asfalt. Wat doe jij normaal? Hoe heet dat? Wat jij doet bij het waterschap? Ik ben aquatisch ecoloog. Ik hou mij bezig met het hele onderwaterleven. Och jongens, ik leer allemaal nieuwe woorden vandaag. Zo, hebt u allemaal lekker gegeten? Nou, dat is goed. Ja, kijk, er wordt zelfs een duim opgestoken. U vond het wel heel lekker dan waarschijnlijk, ja. Nou, fijn dat jullie allemaal weer terug zijn. Of in ieder geval een deel van jullie weer in deze workshop zijn. Workshop ronde 2 tot ongeveer 2:30. Of in ieder geval uiterlijk 2:30 klaar. En ik heb net met Peter Paul. Ik moet Peter Paul zeggen, want er is ook een Peter. Ze hebben dezelfde achternaam. Dus dan komen we in verwarring. En ik heb weer een nieuw woord geleerd. Hij is aquatisch ecoloog. Wie weet wat het is? Oh, dat weten jullie. Er zijn er wel veel die het wel weten. Nou, hij ging het nog even toelichten, zei hij, wat hij precies doet bij het waterschap. Maar hij is bij waterschap A in Hunze. En ik moest erbij zeggen dat het een van de mooiste waterschapsgebieden van Nederland is. Dus dan weet u dat ook. Maar het gaat over landschap en natuurdoelen. En we hebben afgesproken. U mag hem gewoon onderbreken met vragen en hij praat ook terug. En hij zal zo af en toe een vraag aan u stellen. Dus in die zin wordt het lekker interactief. Heel veel succes. Ja, dankjewel voor deze mooie inleiding. Zal ik even één dingetje rechtzetten. A en Hunze is een gemeente in onze regio. En Hunze en Aas is het waterschap. Dat is een van de meest gehoorde fouten die we vaak hebben. Maar het is wel het mooiste waterschap, vind ik zelf. Het zal vast een andere mening zijn bij sommige mensen. Voordat ik wou beginnen met wat meer te vertellen over ons gebied en de bevers die daar zitten, was ik wel even benieuwd naar wat voor publiek hier zit. Als ik jullie zou vragen van wie werkt er hier bij een waterbeheerder? Hoeveel zijn dat er? En wie werken hier bij een terreinbeheerder? Dat zijn er ook redelijk wat. Wie werken hier bijvoorbeeld bij ProRail of een andere infrastructuurbeheerder? En wat doen al die andere mensen dan? Wie zit er in de onderzoekswereld? Ja, dat zijn er ook nog redelijk wat. Nou, mooie mix. Ik wou mijn lezing graag even beginnen met een filmpje over de rivierprik. We hebben het hier straks over. Ja, toch wel wat discussies die ontstaan tussen de bever aan de ene kant en andere natuurdoelen aan de andere kant. En een van die dieren waar we veel over spreken in het Drentse A-gebied is de rivierprik. En 2 jaar geleden is er een heel leuk filmpje gemaakt. Dat gaat over het leven van de rivierprik. Maar daar zie je de eerste hele grote beverdammen in het filmpje al voorbij komen in dat gebied. En dat filmpje wou ik graag even starten. Ik ben Peter Paul Schollema. Ik werk bij Waterschap Hunze en Aas als aquatisch ecoloog. En hou me daar bezig met beekherstelprojecten en vismigratieonderzoeken. Je ziet in het landschap een heel mooi slingerende beek. Maar in 1924 is er een plan gemaakt om al die slingers uit de beek te halen. En er zou dan 1 heel lang kanaal gemaakt worden. Dus je zou al die mooie variatie en kronkels in die beek zou je kwijtraken. Al die kronkels, dat zorgde ook voor overstromingen in het gebied. En daar wouden ze graag wat aan doen.
zodat het water veel sneller naar zee kon stromen. In de latere periode begonnen mensen toch te beseffen van hoe waardevol dit gebied was. En vonden ze het eigenlijk zonde om hier ook alles recht te trekken. Nou, we zijn vandaag bezig met onderzoek naar de rivierprik. Dat is een unieke soort in het Drentse aarsysteem. Het zijn echt oude soorten. Die zwemmen al miljoenen jaren op aarde rond. En die hebben natuurlijk overleefd in allerlei beekloopjes. Die beken veranderen continu. Ook met het schuiven van de ijstijden. Een rivierprik is officieel geen vis. Het is een rond bek. En het lijkt een beetje op een paling. Alleen ze hebben een ronde rasbek waarmee ze gaatjes kunnen maken in andere vissen. En daar kunnen ze bloed en vocht mee uit die vissen zuigen. Op het moment dat ze in de beek leven en geboren worden hier als kleine larfjes, dan zijn het blinde, bruine kleine larfjes. En dan eten ze allerlei klein materiaal wat in die beek zit. Dan maken ze metamorfose door, worden ze zilverkleurig, krijgen ze oogjes en dan komt dat rasbekje erop. En dan heb je een miniatuur rivierprikje van ongeveer 14 centimeter. En die zwemmen naar de zee toe. Dan gaan ze als een parasiet leven en dan maken ze zich vast aan andere vissen. Ze blijven er niet zo lang aan zitten dat die vissen daar ook echt dood van gaan. Dus ze wisselen regelmatig even hun gastheer, zoals ze dat dan mooi noemen. Nou, uiteindelijk vanuit de Drentse Aa gaan ze helemaal stroomafwaarts vanaf het Gasterse Diep. Dan komen ze in het Noord-Willemskanaal door. Daar gaan ze helemaal door de stad Groningen heen, langs het Groningen Museum, naar Delfzijl toe en daar zit een grote zeesluis. En dan kunnen ze vanuit het kanaal kunnen ze naar zee zwemmen. En daar gaan ze een aantal jaren opgroeien en dan komen ze weer terug. De larfjes die geven een feromoon af. Dat stroomt langzaam naar de zee toe. En de volwassen exemplaren die ruiken dat en die zwemmen tegen het spoor in. En komen zo op deze prachtige plek in de Drentse Aa weer uit. Want hier zitten hun larfjes en hier zit het geurspoor. En zo vinden ze hun oude paaiplekken weer terug. En dit is ook voor ons als waterschap ontzettend belangrijk, want op het moment dat je een gezond bestand hebt van deze soort, weet je ook dat je verbindingen tussen de beek en de zee, dat die goed zijn. Want deze heeft en de zee nodig en stromend water in de beek en alle verbindingen die ertussen zitten. Nou, een van de nieuwe ontwikkelingen die we hier hebben in de Drentse Aa is dat ook de bever weer teruggekomen is. En een van de dingen die de bevers doen is dat ze dammen bouwen. Dat doen ze om hun holen te beschermen, dat de ingang van hun hol mooi onder water blijft zitten. Maar een van de vragen die wij hebben is van ja, komen die rivierprikken dan wel weer langs de dam van de bever? Of dat we misschien toch de prikken wat moeten gaan helpen? Goed, ik hoop dat jullie allemaal een beetje een indruk hebben kunnen krijgen van het Gasterse Diep in dit geval. Ontzettend mooi loopje. Zijn we ook al heel lang bezig met allerlei projecten om dat nog veel mooier te maken. En ook de bever kan daar een hele mooie bijdrage aan leveren. Maar dat levert ook wat discussies op. In ieder geval op korte termijn, misschien op langere termijn wat minder. En daar wil ik jullie even graag mee doorheen leiden.
Nou, ik was al even kort voorgesteld. Ik heb even twee plaatjes hier in de presentatie gezet. Het plaatje linksboven. Eerst een hele mooie locatie, een beetje in de benedenloop, vlakbij Café Drentse A. Wie van jullie zijn er wel eens geweest? Oh. Er zijn toch nog een aantal mensen die dat kennen. Mooi, mooi. Er zijn ook nog een hele hoop die er wel een keer heen moeten. Maar het is een prachtlocatie. Ik kom er ook al heel lang. Ik ken het sinds dat ik echt een klein hummeltje was. En aan de hand van mijn opa en oma daar naartoe ging. Want die hadden daar een caravan in de buurt. En als we als kleinkinderen daar gingen logeren, dan gingen we even bij de beek kijken. En ik stond altijd gefascineerd te kijken naar die kleine visjes die allemaal door het heldere water gingen. Dat kende ik niet. Ik was opgegroeid in Friesland. Een beetje troebelwater. En hier had je opeens kraakhelder water met allemaal mooie visjes erin. Het tweede plaatje was mijn eerste ontmoeting met echt serieuze beverdammen. Dit is een plaatje uit Canada. Ik heb daar mijn stage gedaan voor het HBO. Bij het ministerie van Bosbouw in British Columbia. Nou, daar kom je de nodige dammen tegen. En daar ook altijd met heel veel interesse en verbazing staan kijken naar wat die bevers nou allemaal doen in die grote beekdalen. Hele zijlopen worden dichtgezet. Ze maken allemaal mooie kleine stroompjes. Ze waren kanaaltjes aan het graven. En het was een heel mooi stelsel van allemaal zaken die je daar zag. Dan gaan we naar Drenthe. Even inzoomen. Er loopt al een hele tijd een project om te werken aan de herintroductie van de bever. Er zijn in totaal 29 uitgezet. En die bevers die zijn afkomstig uit Duitsland, Limburg, Biesbosch en België. Dat is stapsgewijs gegaan. De meeste zijn uitgezet in het Hunzendal, Zuid-Laardermeer. Maar er zijn ook een paar geplaatst in de Drentse A. En later is er ook contact ontstaan tussen beide gebieden. Voor het management van die bevers is een beverbeheerplan gemaakt. Dat is een samenwerking van de provincies en de beide waterschappen, Noorderzijlvest en Hunzenaars geweest. En daarin is, er is vanmorgen ook al even over gesproken, een zonering gemaakt. Waar kunnen de bevers wel zitten? Waar is het geen probleem? Waar willen we ze absoluut niet hebben? Maar ook een oranje zone waar we ze goed in de gaten willen houden. Want daar kom je met verschillende belangen naast elkaar te zitten. Voor het management in de rode gebieden en de oranje gebieden zijn afspraken gemaakt. Op het moment dat er bijvoorbeeld opstuwing is van een beverdam. En daarmee zou je landbouwgebieden of bewoning in gevaar brengen. Dan wordt redelijk snel overgegaan tot verwijdering van een dam. In het groene gebied doen we dat bij voorkeur niet. Daar wil je het liever met rust laten. En over dat groene gebied wou ik het graag even hebben. Want ik hoorde vanmorgen al heel mooi in een inleiding de opmerking van: dit is een beverdam in een natuurgebied. Dat levert geen problemen op. Nou, er zijn een paar aandachtspuntjes. De Drentse A, gebied vlak onder Groningen, naast Assen, liggen meer dan 100 kilometer aan beken. Het is echt een prachtig gebied. Ook heel mooi mozaïeklandschap met boomwalletjes, van die kleine zandwegen. Je ziet heel veel variatie ook in die beekdalen. Deels is het wat robuuster ingericht. Deels is het ook echt klein kamertjeslandschap. Dus het is een hele mooie mix. Er zitten verschillende functies aan. Op de flanken vinden we vooral nog veel landbouw. En aan de zuidkant ook grote boswachterijen. Het centrale deel is over het algemeen aangewezen bij de beken als Natura 2000 gebied. Met allerlei verschillende doelstellingen. En wat ook bijzonder is, het water uit de Drentse A wordt gebruikt voor drinkwaterproductie. Het is ongeveer 1/3 van de productie die stad Groningen nodig heeft. Binnen de Drentse A hebben we een aantal takken. Het leuke van dat gebied is dat ieder loopje die neemt de naam aan van het dorp waar het stroomt. Dus af en toe kom je mensen tegen het gebied en die zijn op zoek naar de Drentse A, maar ze kunnen de Drentse A niet vinden. Ze hebben overal bordjes gezien, A dit, A dat. En allemaal diepjes, een beetje de Drentse benaming voor beken. Maar waar ligt nou die Drentse A? Die ligt in Groningen. Want alle waterlopen van de Drentse A die we hebben, die hebben een andere naam. Die hebben een naam van het dorp. In dit geval het Gastrusse Diep, de Oosttak
van de Drentse A. En dat is een gebied waar de afgelopen jaren al verschillende projecten zijn uitgevoerd om te zorgen dat er vernatting plaatsvindt. Zo zijn er in 1997 een soort drempels aangelegd om de waterstanden te verhogen en daarmee ook vernatting voor de oeverlanden te creëren. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Was onder andere ook mijn afstuderen bij het waterschap om daarna te kijken van wat zijn nou de effecten op je aquatisch systeem. Nou, een van de dingen waar we tegenaan liepen is dat als je een damwand erin zet en het water valt er 50 centimeter overheen, daar komt geen vis meer langs. Dus er is eerst gezegd, we gaan dat allemaal visoptrekbaar maken. Dat was een project in 2003. Daarna zijn in 2008 ook nog een aantal trajecten ingericht. Er zijn echt bomen in de beek gelegd. En je moet je voorstellen, tot 2008 waren daar nog geen bevers. Die eerste bevers die kwamen pas later. Dus toen waren de mensen eigenlijk heel erg als systeembouwer aan de gang om dat systeem in te richten. De eerste beverdam die duikt op in 2018. Dus dat heeft best wel lang geduurd. De eerste bevers die zaten er in 2008, 2009. In 2018 zien we pas de eerste grote beverdam in het Gasterense Diep. Dit is Voor de Drie. En Voor de Drie, dat is een van de locaties waar de eerste beverdam is gebouwd in het gebied. En dat is een hele leuke locatie, die volgen we al heel lang. En ik ga nu een serie van foto's laten zien, waarbij je heel mooi de ontwikkeling kan zien van een meer open agrarisch landschap, van vlak na de grond aankopen, tot en met het gebied zoals het nu is, anno 2024. Dit is de situatie van 2003. Je ziet aan de achterkant nog allemaal paaltjes staan. Er zat gewoon begrazing in, het waren graslandjes, die gronden zijn verworven. En er zijn toen ook drempels en vistrappen aangelegd. En een van de eerste dingen die je dan vaak ziet, is dat toch wat hydromorfologische activiteit ontstaat, zoals we dat als waterschappers noemen. Je ziet dat omdat je een klein hoogteverschil krijgt, dat er spoelgaten achter kunnen ontstaan. En in dit gebied hebben we dat gewoon laten gebeuren. Je ziet dat de kanten inzakken en dat er langzamerhand allemaal begroeiing ontwikkelt. Dus je krijgt kleine poeltjes, je krijgt wat stromende stukken, maar je krijgt heel veel variatie in zo'n systeem. Vervolgens 2015, je ziet dat langzamerhand er steeds meer wat boom en wat boompjes in komen en wat riet. En dan krijgen we 2018, de eerste beverdam duikt daarop. Ze waren direct al redelijk driftig aan de gang. Er stonden ondertussen redelijk wat kleine boompjes, dus ze konden ook goed een dam bouwen. Maar daarvan hebben we eerst gezegd van, nou laten we dat nog maar niet toe. Die dam is er uitgehaald. Om de vrije afstroming van die beek te kunnen garanderen. Maar een maand later waren ze alweer terug. En je krijgt dan een soort wapenwedloop tussen aan de ene kant de handwerkers van het waterschap, want je kunt er met de machine niet bij, zo nat is het, en de bevers. En de bevers kunnen best heel snel bouwen. We hebben hier, heeft dat nog eventjes geduurd, maar we hebben voorbeelden uit een andere zijloop, het Anlooerdiepje. Daar zit ook meetapparatuur op om stroomopwaarts en afwaarts te kijken van wat gebeurt er nou met de waterstanden. En dan zie je dus echt een opbouw van 5 tot 10 centimeter per nacht, wat zo'n dam weer opgehoogd wordt op het moment dat die verwijderd wordt. Dus het weghalen en het weer terugzetten, dat is een continue actie. We hebben toen gezegd van, nou ja, we laten deze plek maar een tijdje geworden. Ik vind het wel interessant om te zien wat voor ontwikkeling we daar krijgen. En wat krijgen we dan aan leefgebied? Wat gebeurt er met die dammen? Nou, er werd eerst flink bijgebouwd. Dus de dam, die wordt fysiek een stuk groter en die wordt ook steeds breder gemaakt. Interessant is, zo'n meer, die vult zich. En op een bepaald moment valt er gewoon neerslag. Een deel zal over de dam gaan en een deel gaat er ook omheen. En op de rechterkant zie je heel mooi dat dat water, dat stroomt er omheen en dat gaat die oeverwallen verzadigen. Dat is een heel belangrijk detail. Vervolgens heb je een hoogwatersituatie. Nou, dan zie je helemaal geen dam meer. Het is één water, al water. Het is natuurlijk altijd een hele interessante expeditie om daar naartoe te mogen. Om eens te kijken van, ja, wat gebeurt er nou? Je wil het toch blijven volgen bij hoogwater en laagwater.
Maar je moet wel met pijlstokken en minimaal met 2 mensen zijn, wil je daar nog een beetje veilig kunnen opereren. En dan begint het interessant te worden. Want het is niet zozeer dat tijdens die hoogwaters de dammen aan het breken zijn. Het is op het moment dat je uit de hoogwater komt, ongeveer een week later, de pijlen zakken beneden stroms weer uit, er komt drukverschil, je hebt die oeverwallen, die zijn verzadigd, en dit is een redelijk zandige wal, en die beginnen door te slijten, die beginnen door te breken. Is dat bij jullie ook een beetje een bekend fenomeen, wat je ziet gebeuren in de beken? Zijn er mensen hier die daar ervaringen mee hebben? Of zien jullie vooral dammen doorbreken? Of er zijn geen ervaringen mee? Kan ook. Ja? Geen ervaring mee? Nee? Dat is wel even leuk om te laten zien wat er gebeurt. Want je ziet dus dat eigenlijk die hele oeverwal op de rechterkant, die wordt er gewoon uitgehaald. Het water stroomt eromheen. En je krijgt weer een soort nieuw meandertje. Dus je krijgt hydromorfologisch heel mooi veel activiteit. Je krijgt allemaal weer kronkeltjes. Er komt hout in die beek. Je ziet snel stromende stukjes, langzaam stromende stukjes. En die variatie, ja, die ontwikkelt zich langzamerhand. Je ziet ook dat in het voorjaar groeit het deels weer wat dicht. De bevers bouwen weer een nieuwe dam op een nieuwe plek. En dan kunnen we kijken van hoe lang houdt deze het weer. Nou, dat is een mooie winterfoto. Zie je het dammetje met het water eroverheen stromen. Uiteindelijk is die ook weer verdwenen. En kregen we daar weer een wat bredere dam voor terug. En de plaatjes worden heel mooi als je het ook met een drone gaat bekijken. Je ziet dus een soort uitspoelkom achter de dam zitten. En als je hier kijkt, pointer het. Dat is een heel klein pointertje. Ik zal wel even aanwijzen. De watergang die komt eigenlijk vanaf de noordkant van de foto, komt die recht aan. En die liep dus ook gewoon recht hier naar beneden. Dus alles wat hier op de rechterkant is ontstaan, dat is allemaal nieuwe activiteit door doorbraken. Dus de beek is er eerst omheen gegaan. Wat nu eigenlijk een soort grondwal lijkt, dat was de eerste dam. Dus daar zie je, en dat zien we nu op heel veel plekken in het gebied, die oude dammen die gaan vol raken met sediment, die begroeien. En je kunt het eigenlijk niet meer onderscheiden van je oude oeverwallen. Nou ja, je ziet ook allemaal grond uitspoelen. Dus dat levert je weer wat ondieptes op, waar het weer wat sneller stroomt. En je krijgt daardoor ook op lokaal niveau, achter zo'n dam, heel veel variatie. Ja hoor. Ja, ik vraag mij af of dat per saldo wel positief is, want er spoelt een stukje misschien wel heel vegetatierijke oeverland, dat spoelt af. En je krijgt er dan wel weer een andere oeverwal voor terug, zeg je. Maar ik denk dat er over het algemeen veel meer sedimenten zo is, dus een veel ruigere begroeiing is als dat het was. Dus dat je veel meer ruigtekruiden krijgt in plaats van mooie zeldzame vegetaties die je eigenlijk zult hebben, denk ik, in zo'n cultuurlandschap. Ja, dat klopt. Kom ik zo meteen nog op. Ik wou even de tijdlijn laten zien van hoe het ontwikkelt. Maar er zitten wel duidelijk een paar zorgpunten aan van wat je ziet ontwikkelen in zo'n gebied. En wat dan de nieuwe waarden zijn die ontstaan. Sommige vlakken zullen dat positieve waarden zijn, maar sommige dingen kun je er ook over discussiëren. Of datgene wat je terugkrijgt, of dat past bij wat jouw doelen daar zijn. Hier zien we hem nog even van boven. Ligt het dammetje er weer in. Nou, daarachter ligt allemaal wat houtmateriaal. Maar je ziet ook de zijstroompjes er hierin komen. Met een hele hoop kwel. Het is helemaal een beetje rood gekleurd, oranje gekleurd. Wat er vanaf de flank inkomt. En dat is ook heel kenmerkend voor dit gebied. Je hebt ontzettend hoge kweldruk die erin zit. En het plaatje met een wat hogere waterstand over het hele gebied. Nou ja, je ziet een soort mozaïek ontstaan met allemaal kleine loopjes van de hoofdloop, de spoelgaten, maar ook allemaal kleine zijtakjes die redelijk ver het gebied ingaan.
En dit was de laatste foto. Vorige week zijn we er ook bij langs geweest, om even te kijken van hoe het er nu bij ligt, na de zomer. Dus zie je dat het nu weer vrij rustig is op deze locatie met dammenbouw. Er is eigenlijk geen enkele activiteit op het gebied van Voren 3. Ze zijn nu een stukje stroomopwaarts gaan zitten. En als je dan gaat kijken naar het traject van het Gasterse Diep, dan zie je dat het niet alleen deze voorde is waar ze aan het bouwen geweest zijn, maar dat er een soort keten van dammen is ontstaan. Op deze kaart en deze luchtfoto kun je 3 cirkeltjes zien. En dit zijn de 3 dammen die in serie gemaakt zijn. Bij de meest zuidelijke, daar zien we dat er burchten zitten. En bij de noordelijke zitten geen burchten. Maar we hebben heel erg de indruk dat de bevers druk bezig zijn de toegangen tot het zijgebied te vernatten en meer toegankelijk te maken. Er groeit bijvoorbeeld heel veel moeraspidea. Mogen ze graag aanzitten, lekker voedsel. Je vindt ook overal bundeltjes van moeraspirea die ze naar de beek aan het trekken zijn. En je ziet dus dat je een soort getrapt systeem begint te krijgen als je de bevers wat langer hun gang laat gaan. En dan komen we op afgelopen winter. Afgelopen winter was ontzettend nat. Als we de gegevens voor ons waterschap bekijken, weerstation Eelde, dat was de meest natte winter van de afgelopen 60 jaar. Dus we hebben eigenlijk continu in inundatie gezeten in de gebieden. Heel veel overstromingen en ook heel veel waterdruk op de beverdammen. En we zien dus dat heel veel van die beverdammen, die zijn weggespoeld. Ik weet ook niet of bij jullie in de beeksystemen dat daar heel veel beverdammen verdwenen zijn deze winter. Of dat de bevers allemaal wel stand gehouden hebben. Maar we zagen in brede verband bij ons in de regio dat eigenlijk alle dammen eruit zijn. Komen we weer even op hetzelfde plaatje, maar nu de inspectie van vorige week. Nou, dat zijn dezelfde locaties die dan weer naar voren komen. En dan kun je heel mooi zien dat een aantal dammen, er liggen nog wel wat restanten, er stroomt nog een klein beetje water overheen, maar er zijn geen grote dammen meer. En wat ze wel hebben gedaan is een heel klein dammetje stroomafwaarts bouwen om hun burcht nog een beetje nat te houden. Maar voor de rest zijn we eigenlijk, al die damstructuren zijn weer verdwenen. De bomen hier in het gebied, langs de beek of verder van de beek af? Nee. Wat wij heel erg zien is dat met name de kleine boompjes langs de beek, die zijn zo langzamerhand allemaal weg. En ook de grotere boomwallen zijn ze af en toe aan het knagen. Daar stonden een paar grote eiken, stonden direct aan de beek. Er liggen er nu ook een paar van in de beek. Dus daar zie je het water nu ook mooi omheen stromen. Maar we zien wel langzamerhand ook die verandering optreden. En dat is ook wel wat ons betreft een aandachtspunt. Aan de ene kant is het mooi dat je ziet dat dat hout zo'n beek ingesleept wordt. Maar aan de andere kant zien we dus ook dat de wens om zo'n beek klimaatbestendig te maken, meer te laten beschaduwen, dat er niet gedaan wordt. Je stopt het onderhoud, je wil eigenlijk langzamerhand dat je de boompjes in krijgt om die beschaduwing op gang te helpen, maar dat lukt niet. En toen dachten we van ja, een collega van mij, we hadden een traject, daar moesten wij ook vaak onderhoud uitvoeren met de hand, heel mooi klein stukje van het Aanloo Diep. En dat was allemaal riet. Hij zei, ik wil eigenlijk niet met machines daar komen, we willen boompjes laten ontwikkelen, we gaan het handmatig doen, met de Zeiss. Dus die heeft dat netjes schoongemaakt en die heeft op die locatie heeft hij allemaal boompjes geplant. Die heeft gewoon elsjes gepakt, direct van de flank, daar uitgepoot. En die stuurde mij op vrijdag heel trots een foto. De komende jaren moet ik nog even maaien daar met de Zeiss, maar daarna is het klaar. Want dan hebben we de elzen staan, staat het mooi in de schaduw, hebben we een mooi beschaduwd bovenloopje. Maandag kreeg ik nog een aantal foto's met enige schuttingtaal erbij. Ed en Willem Bever hadden besloten dat al die mooie boompjes die gepoot waren, om die maar eens om te gaan knagen. En ervoor te zorgen dat het gewoon allemaal weer open was. Nou is dat natuurlijk gewoon de natuur die er aan de gang is. Maar het zorgt er wel voor dat als je als beheerder de wens hebt om langzamerhand zo'n beek toch wat meer te laten bebossen, dat heel lastig wordt op het moment dat je veel beveractiviteit hebt.
Dit zijn plaatjes die heeft Cindy de Jonge gemaakt. Ik denk bij de meeste van jullie ook wel bekend. En die heeft in kaart gebracht van wat zijn nou de veranderingen tussen 2018 en 2024 geweest in dat systeem. En dan zie je dat in 2018 was het eigenlijk één systeem. Die zie je door het landschap meanderen. En alleen vanaf de zijkant komt één klein bovenloopje erin. Als we nu gaan kijken, dan zie je heel mooi dat er allerlei kleine zijtakjes zijn. Dat waren allemaal kleine zijtakjes die er deels ooit gelegen hebben, maar allemaal dichtgegroeid waren. En de bevers hebben dat actief allemaal weer opengemaakt. En dan krijg je een beetje van ja, dit soort plaatjes. Heel veel variatie in je systeem. Maar ook het opengraven van allerlei loopjes. En op sommige plaatsen is dat prima. Je brengt gewoon zo'n beek weer in contact met de omgeving. Maar er zijn ook een aantal locaties in de Drentse Aa. Daar hebben we er wat meer discussie over. Want heel veel van die lopen die zijn bewust door het waterschap en bijvoorbeeld Staatsbosbeheer gedempt. Om te zorgen dat waardevolle kwel in die systemen kan blijven zitten. En nu zien we een watersysteembouwer die druk bezig is al die dempingen weer ongedaan te maken. En te zorgen dat die afwatering, dat dat weer in gang gezet wordt. Zodat die heel makkelijk naar de wilgjes toe kan zwemmen die iets verder van die beek afstaan. Er werd ook al benoemd vanmorgen ergens dat de maximale loopafstand was dan 20 tot 30 meter. En dat ze dan liever niet al te ver op de kant lopen. Nee, maar we zien wel dat de bevers heel actief en heel bewust gewoon toegangen gaan maken tot die zijgebieden. Ze maken daar een dam, ze zetten dat onder water en dan kunnen ze er makkelijk naartoe zwemmen. En dat ze daarvoor dan even wat slootjes en wat dingen moeten openbaggeren, prima. Dat doen ze, als ze maar lang genoeg stabiel op een bepaalde plek kunnen zitten. Andere vraag is dan van ja, blijft het bij één dam of bij drie dammetjes? We zagen in 2022 opeens een explosie van beverdammen. We hadden in 18 en 19, dat waren hele droge zomers, hadden we her en der wel eens een dam. Maar dat viel op zich nog mee. En opeens zagen we in 2022 heel veel dammen verschijnen. En volgens ons hing dat samen met de hydrologie. Ik heb even een grafiekje erbij gezet. Ik zal hem niet helemaal in detail gaan uitleggen. Maar wat je kunt zien is het neerslagtekort in de rode lijn. En het neerslagtekort, dat is de hoeveelheid regen die valt, minus de hoeveelheid verdamping. En dan heb je een tekort of een overschot aan water wat in een gebied valt. De rode lijn loopt op, betekent dat het droger wordt. En langzamerhand zie je een soort piek bereiken. Dat gaat richting augustus, september. En dan zakt die weer. En dan zou je denken van, die beek gaat er direct op reageren. Want die gaat weer mooi met waterstand omhoog zodra de regen valt. En dat is niet zo. Als het een tijd droog is geweest in de Drentse Aa, dan kan het eigenlijk 2 tot 3 weken behoorlijk regenen voordat die beek begint te reageren met zijn pijlen. Want eerst moet die droge spons moet weer opvullen in al die landerijen eromheen. En dan pas komt er weer afwatering. Dus die bevers die gingen richting het najaar en die zagen hele lage waterstanden. En die begonnen dus en masse allemaal te bouwen. We kregen steeds meer meldingen binnen van de collega's van de Mura, de muskusrattenvangers, die vaak ook controles lopen in die gebieden. En uiteindelijk kwamen we op 16 locaties waar actief gebouwd werd. Als je dan gaat kijken naar het totaaloverzicht, dit is het meest recente lijstje, dan zie je dat van de 35 leefgebieden die onderscheiden worden nu in de Drentse Aa, met ongeveer 120 bevers, dat er in 16 tot 17 dammenbouw plaatsvindt. Dat zijn al die blauw geasseerde locaties. En dat zijn alleen nog maar de dammen die in de hoofdloop liggen. We zien ook dat naast de hoofdloop, het zijn allemaal zijslinkjes, dat daar ook allemaal dammetjes gebouwd worden om ook daar, richting de flank, verdere vernatting te realiseren. Dus je ziet dat de bevers heel druk bezig zijn dat systeem te vormen. Zijn er tot zover vragen? Ja, het mag wel. Hebben de mensen last van een after dinner dip? Even bijslapen. Ja. Nou goed, dan gaan we gewoon verder.
Op zich een heel mooi verhaal wat we allemaal zien in zo'n gebied. Maar er zijn best ook wel wat zorgpunten. Dat zijn niet alleen de zorgpunten van het waterschap, maar ook van de terreinbeheerders. En een van de dingen die heeft te maken met de hydromorfologie van zo'n beek. Dit is een lengtedoorsnede van het beeksysteem en de verschillende takken. En dan zou je denken van, ja, er zijn best wel wat kilometers aan beek. Je hebt die 35.000, dus 35 kilometer tot aan je nulpunt van de beek, waar die de kanalen in stroomt. En dat stroomt allemaal mooi en dus is heel veel stromend waterhabitat. Maar als je daar wat nader naar gaat kijken, dan heb je heel veel bovenlopen die met die droge zomers gaan droogvallen of gaan stagneren. Dat zijn dus vaak plekken waar je af en toe wel wat stromingsminnende vissoorten kan vinden of macrofauna. Maar ook een deel van het jaar zul je ze daar niet aantreffen. En ook de kwaliteit, de samenstelling van die soorten, is veel minder gevarieerd dan wat je ziet in die permanent stromende wateren. Een ander punt is dat de bedelenloop van de Drentse A, dat die gestuwd is. Er zit een groot kanalensysteem helemaal in de benedenloop. Daarmee wordt ook het water onder vrij verval wordt er afgewaterd naar Delfzijl. Dat is ook die route die de rivierprikken gebruiken. Maar dat betekent wel dat door die stuwing van die kanaalsystemen het daar helemaal niet zo hard stroomt. Dat is redelijk stilstaand. Dus je houdt qua stromende wateren hou je eigenlijk alleen dat middendeel over. Als je dan het kaartje van Nederland gaat bekijken, de Wereldvismigratiestichting die heeft daar ooit eens een keer een mooie kaart van laten maken met de waterbeheerders. Dan kun je Nederland bekijken. Nou, dan zie je daar helemaal eenzaam bovenin een Drentse A die nog een aantal groene watertjes heeft die nog echt vrij afstromen. Dan hebben we heel veel wateren die oranje kleuren, die zijn deels vrijstromend. En dan hebben we de rode en die zijn gereguleerd. Dus als je kijkt naar het stromend waterhabitat, in dit geval voor Noord-Nederland, dan hebben we alleen de Drentse A, die voor delen stroomt. En dat is met name dat centrale deel wat ik liet zien in de vorige grafiek. Voor de rest heb je nog iets richting Achterhoek. En hier in Limburg en Brabant heb je natuurlijk nog wat meer wateren die goed stromen. Maar voor de rest zijn het allemaal wel beken van oorsprong, maar ze worden redelijk gecontroleerd door allerlei vistrappen, stuwen en andere kunstwerken. Tweede zorgpunt wat we hebben is passeerbaarheid. Dat werd ook al even eerder genoemd. Passeerbaarheid is een hele lastige. Op het moment dat er zo'n grote dam staat en je hebt een groot pijlverschil, kun je best voorstellen, daar komt de vis heel slecht langs. Maar op het moment dat we een hoog water hebben, ander moment, zie je dat het eigenlijk vrij door kan stromen. Dus kunnen vissen daar ook goed langs. De vraag is dan, van ja, matcht dat bijvoorbeeld met migratieperiodes, dat zo'n vis daar ook langs moet. Is dat een vis die in de winter voorbij komt, dan heeft hij waarschijnlijk een grote kans. Is dat een soort die laat in het voorjaar komt, dan is de kans heel groot dat de waterstanden alweer gezakt zijn en dat je dus een pijlverschil krijgt bij een dam. Nou, dat soort dingen, daar hebben we nog wat vragen over. En ook de inundatie van de oeverlanden. Dit is een plaatje van een andere beverdam. Je ziet hiervoor een zandpad lopen. Daarachter zit een beverdam. Dat is de beverdam uit het filmpje. En daarachter zit eigenlijk het hele opgestuwde oppervlak. En als je kijkt naar het verhang van veel van onze, in ieder geval Noord-Nederlandse beken, dan is dat heel gering. Hoogste punt van het Drentse A, dat zal eens een keer richting de 20 meter gaan. En dan ga je naar het nulpunt. Dan heb je een heel traag stromende beek die afwatert. Maar op het moment dat je daar een dam in krijgt, en deze had meer dan een meter hoogteverschil, betekent wel dat met een verhanglijn van 70 centimeter per kilometer, dat je meer dan een kilometer beek aan het opstuwen bent. En dat betekent ook dat op het moment dat je een hoog water zou krijgen in de winter of in de zomer, dat het heel snel inundeert. Voor sommige gebieden is het permanente inundatie, zoals op deze locatie. En je kunt ook heel mooi zien, die bevers die zijn niet alleen hier gaan dammen, maar ook helemaal richting de flank. Dus je hebt hem helemaal van flank tot flank bijna dichtgezet. En gecontroleerd een paar gaten overgelaten, waar dan dat water langs kan. Dus je ziet dat het hele systeem mooi naar hun hand zetten.
Ja, en dat zorgt voor ons eigenlijk voor heel veel verschillende vragen. Ja, wat gebeurt daar nou allemaal? Abiotisch, biotisch? En is dat positief of negatief? En een van de belangrijke discussies naast de ecologie gaat ook over cultuurhistorische waarden. Ik vertelde al dat Drentse A-gebied heeft hele mooie waardes, met zo'n dotterbloemhooilandjes, kleine boomwalletjes. En je ziet dat op het moment dat een systeembouwer, als de bever, daar aan de gang gaat, dat gaat veranderen. Dat wordt dus eigenlijk allemaal veel woester, veel ruiger. Kan op zich heel mooi zijn, heeft ook zo'n waarde, maar het is op dit moment niet de doelstelling van het gebied. Dus als je hem heel erg plat slaat, dan zie je eigenlijk dat je een soort ecologische werkelijkheid hebt en een juridische werkelijkheid. Buiten zien we van alles gebeuren. De bevers gaan snel. Het is heel mooi dynamisch. Er veranderen allerlei dingen. En op papier hebben we redelijk statische doelen. KW-doelen, Natura 2000-doelen. Die kunnen we niet zo snel aanpassen, als we dat zouden willen, aan al die veranderingen die zo'n bever uitvoert. En op dit moment zie je dus dat met name de beheerorganisaties, Staatsbosbeheer en het waterschap in dit gebied, tegen heel veel discussies aanlopen van wat doen we nou? Moeten we nou rekening houden met een rivierprik die dezelfde beschermingsstatus heeft? Of moeten we rekening houden met een bever? Of willen we de overstromingsvlaktes gaan beschermen tegen te voedselrijk water wat van boven komt? Werd terecht ook al benoemd van de bever brengt bepaalde problemen nu aan het licht die eigenlijk heel ergens anders in het systeem zitten. Maar het systeem is nog niet op orde om dit op grote schaal overal toe te staan, zonder dat je misschien andere natuurwaardes schade aandoet. En wat een hele belangrijke daarnaast is de bever die heeft geen boodschap aan plangrenzen. Je ziet een continue interactie tussen de bevers, die in dit voorbeeld bijvoorbeeld in Natura 2000 gebied zitten, en landbouwgebieden die op de flank zitten. We zien vanuit de landbouwgebieden met het water komen er ook allerlei stoffen mee. We hebben het over bestrijdingsmiddelen, we hebben het over nutriënten. Die komen dat systeem in. Die nutriënten zorgen voor hele voedselrijke systemen met bepaalde plantensoorten. Maar je ziet ook dat een bever die vervolgens een dam bouwt, een uitstraling kan hebben buiten die grenzen. Dus we kunnen in de plannen een heel mooi lijntje trekken. Van dit is Natura 2000 en dat niet. Maar er is een continue wisselwerking in die bufferzone. En we hadden eigenlijk de hoop dat binnen het hele NPLG-traject, dat we daar met elkaar mooie oplossingen gingen zoeken. Maar dat gaat nog even duren. Ondertussen hebben we wel gezegd van, we willen kijken naar het systeem van, hoe ontwikkelt dat nou? Want op zich is dit wel een hele interessante testcase om op bepaalde gebieden het wat meer los te laten en te kijken van, wat levert dat nou op aan plussen en minnen? Daar wil ik een paar dingetjes van laten zien. We kijken in die meetnetten onder andere naar de hydrologie van het systeem, maar ook wat doen de bodems? En zijn er andere bijzonderheden? Nou, dit is een heel mooi plaatje wat eigenlijk heel erg sprekend is en ook mooi laat zien wat ik het net even over had. Hier zie je de grote beverdam weer bij de Heest. Je ziet het water aan de linkerkant, zie je er mooi langstromen en overheen stromen. En aan de rechterkant zie je dat er allemaal een soort kanaaltjes, oude slootjes, weer worden uitgegraven. Dat zijn dus die transportleidingen die ze allemaal weer aan het openmaken zijn. Het was allemaal verland, het zat allemaal dicht. En nu zien we opeens allemaal kleine gangetjes weer opengaan waar ze hun voedsel halen. Zijn dit ook dingen die jullie in jullie werkgebieden zien? Dat ze ook allerlei watergangetjes weer openmaken in natuurterreinen? Niet herkenbaar? Ja, knik wel wat. Maar ja, het is prachtig om te zien. Als je het gewoon in een tijdlijn op een rijtje zet. En dat maakt het ook wel mooi dat we hier vanaf 2003, vanuit eigenlijk de landbouwkundige situatie, al die foto's hebben. Dat je kan laten zien van hoe verandert dat nou eigenlijk.
Wat gebeurt er in het systeem? Wat doet dat met je waterstanden? En wat doet zo'n bever nou naar de zijkanten van je gebied toe? Je ziet het eigenlijk overal waar bevers zitten, in, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Ja. Belarus heb ik het gezien, maar ook in Noord-Polen en Oost-Polen. Ze maken er gewoon een geweldige rotzooi van, maar wel leuk. Ja. Ja, dit zijn ook voor ons de mooiste safaris om te doen, hoor. Het is geweldig. Waadpak aan en veel succes. Maar ja, je ziet prachtige, prachtige dingen ontstaan. En met allemaal kleine watergangetjes en dingen. En, ik ben ook benieuwd wat er nog meer gaat gebeuren. We hebben allerlei mooie adviezen gekregen in het verleden. Die gingen over de eerste uitzettingen van de bevers bij het Zuidlaardermeer. Ja, het bouwen van dammen in de Drentse beker, dat was niet echt een groot risico. Mm-hmm. Ja, die hoort bij de lange lijst van allerlei andere zaken die we ondertussen hebben geparkeerd in het lijstje met de bever heeft ons verrast en er komen er vast nog een heleboel bij. Maar dat maakt het wel heel interessant en af en toe krijg je er best wel eens een punthoofd van als beheerder, wat de bevers nou weer uitspoken. Maar tot nu toe vind ik het vooral positief om te zien wat daar allemaal gebeurt in die systemen. De variatie in habitat. Ik heb even twee foto's gepakt. Wij doen in het Gasterense Diep iedere 3 jaar een onderzoek met Wageningen Marine Research. De foto zien jullie nog net Erwin Winter met een petje boven water uitkomen. Die moet met een bodemhapper bodemmonsters nemen. En dat doen we met een vast grid over een afstand van ongeveer 7,5 kilometer om te kijken van hoeveel rivierpriklarven leven daar en wat voor bodemtypes zitten zij in. Dat doen we al sinds 2006. Dus dat meetnet is al begonnen voordat er überhaupt een bever in het gebied was. En dat herhalen we gewoon continu. Ook in dit gebied om te kijken van, ja, hoe ontwikkelt dat nou? Ik moet er wel zeggen, het wordt steeds uitdagender om überhaupt door het gebied heen te komen. Het kapmes moet er bijna bij. Want hele stukken zijn gewoon heel wild rietland aan het worden. Wilgenbossen. En heeft niet meer te maken met dat gemaaide graslandje wat je op de foto van 2003 zag. Benedenstrooms zie je echt dat alle energie van zo'n beeksysteem geconcentreerd zit. Dat het dus over zo'n dam heen valt. En dat het heel mooi allerlei variatie veroorzaakt. Daarboven zie je het gestuwde meer. Daar zijn we wat minder blij over. Daar zien we vooral dat water stilstaan. En op het moment simpele formule die we bij de waterschappen gebruiken. Maar de hoeveelheid debiet die zal niet veranderen door zo'n beverdam. Maar je natte doorsnede verandert wel. En dat betekent automatisch dat je stroomsnelheid op zo'n vak naar beneden gaat. En dat je dus hele andere stromingspatronen krijgt en stilstaand water krijgt. Nou hebben we van dat stilstaande water in Nederland behoorlijk veel. En van dat stromende water hebben we redelijk weinig. Dus daar zit voor ons dan ook een beetje de vraagstelling van wat gaan we doen? Gaan we dat stromende water beschermen? En staan we de bevers in de flanken wel toe, maar moet dat hier misschien wat minder? Of gaat dit zich op termijn wel oplossen? En krijgen we zoveel variatie in zo'n traject? Denken van, misschien druk gemaakt om niks. Komt uiteindelijk allemaal wel goed. Ja. Als je nul afvoer krijgt, dan loopt die gewoon leeg. Ja. Uiteindelijk stroomt het ergens overheen. Alleen het betekent wel dat als je daar een dam in bouwt, dat je dat water, dat ga je opstuwen. En waar het water, dat volume water, normaal gesproken over een klein laagje over de bodem ging, een snelstromende beek, gaat het nu eigenlijk door een hele grote bak heen. En gaat het langzaam stromen. Ja, dat wordt groter. Ja. De hoeveelheid water netto is even groot. De stroomsnelheid niet. Die is precies even groot. Maar bovenstrooms gaat het door een meer heen. En dat is maar een klein volume water. En dat stroomt dus heel langzaam. Dus daar zit eigenlijk geen stromingsconditie die bij een stromende beek hoort. Dat is een meertje waar een beetje water doorheen stroomt.
En dat zorgt ervoor dat je condities voor je stromingsminnende soorten, je macrofauna en je vissen, daar heel erg veranderen en die reageren daarop. Een ander plaatje wat leuk is om te laten zien, dat zijn de meetlocaties. We hebben bovenstrooms en benedenstrooms van de dam, hebben we permanente meetposten geplaatst. Om te kijken, wat doen die waterstanden nou? Er staan twee lijnen, een blauwe lijn en een oranje lijn. De oranje lijn is je benedenstroomse meetlocatie en de blauwe lijn is de bovenstroomse locatie. Met twee cirkels is aangegeven wanneer we momenten hebben gehad van doorbraken. Een van de discussies die we hebben gehad in het verleden was van ja, hoe snel gaat dat dan leeglopen? Want als zo'n dam in één keer breekt, wat gebeurt er dan benedenstrooms? Dan zie je heel mooi dat de blauwe lijn, die gaat heel snel naar beneden. Dus dat meer, dat loopt heel snel leeg. Maar benedenstrooms, de oranje lijn, zie je wel een klein piekje, maar dat valt op zich wel mee. Dus je ziet dat er heel veel dempende werking is van je systeem, dat meer, dat loopt wel leeg. Maar we krijgen niet een soort doembeeld van een tsunami die in één keer richting Gasteren dendert en daar allerlei schade gaat veroorzaken. Het gaat vrij geleidelijk door dat systeem heen. Een andere locatie, of een andere situatie van deze locatie, laat ik hier zien. En er zit eigenlijk wat vreemde dingen in die meetreeks. Hebben jullie enig idee wat er vreemd is? Even de grijze hersencellen laten werken. Wat voor raar iets zit er in deze grafiek? Nee. Ja, er zit heel veel variatie in, dus die zie je heel erg schommelen. Meer dan de blauwe lijn. Maar valt het jullie ook op dat we een beetje een rare vlakke onderkant hebben in die oranje lijn? We hadden daar die twee meetlocaties en ik liet al zien in die eerdere luchtfoto dat we op een bepaald moment een serie kregen van dammen. En je ziet in deze meetlocatie heel mooi gebeuren dat het benedenstroomse punt begint gestuwd te raken door een dam die daar weer stroomafwaarts van ligt. Dus de onderkant waarop die kan uitzakken, die wordt eigenlijk omhoog gebracht. Dus waar die normaal gesproken heel diep kon uitzakken, qua waterniveau, kan dat niet meer, omdat er benedenstrooms ook een dam ligt. En daardoor zie je dus dat die pijlswenkingen, op het moment dat je een keten krijgt van die dammen, dat neemt af. Een ander leuk voorbeeld is een situatie die we hebben gehad bij de grote dam bij de Heest, die uit het filmpje. Op een bepaald moment kregen we een seintje van het waterbedrijf van er is wat raars gebeurd in de Drentse A, we hebben de drinkwaterwinning stopgezet. Ze hebben daar een soort biomonitoring bij de ingang van het water, waar ze het water aanzuigen. En er zitten watervlooien in. En die watervlooien die waren op een bepaald moment niet meer actief. Die gingen raar gedrag vertonen. Het water werd heel troebel. En we zagen daar, ja, er ging een waarschuwing af. De inname gaat dicht en het waterbedrijf gaat bellen. Van wat is er aan de hand? Is er een lozing aan de gang? Of gebeurt er wat anders? Toen zijn we gaan zoeken. Nou, er bleek gelukkig chemisch niet zoveel aan de hand te zijn. Maar we hadden een droge situatie. En dan heb je een hele lage basisafvoer. En in die lage basisafvoer brak de dam door. Een beetje een rare situatie, maar het was gewoon een natuurlijke doorbraak. Maar daardoor kwam er wel heel veel sediment mee. Allemaal zwevende stof die richting dat waterbedrijf ging. En omdat we zo weinig basisafvoer in die beek hadden, dat kleine beetje water wat uit die dam kwam, dat zorgde ervoor dat je allemaal troebelheid kreeg. En dat zorgde dus ook voor dat die inname gestopt werd. Dus het bleek allemaal zwevende stof te zijn. Op zich valt dat er wel uit te filteren. Maar dat zijn hele opvallende dingen die je dan ziet en waar je dus ook aan moet wennen met elkaar. Dat er andere patronen kunnen ontstaan met het voorkomen van in dit geval zwevende stof, waar je rekening mee moet houden op het moment dat je dat water gaat gebruiken voor je drinkwater.
De standaardprocedure is dat die eerst gestremd wordt. Vervolgens worden de chemische monsters worden geanalyseerd. Om te kijken of dat misschien iets van gif of een andere verontreiniging is. Aantal analyses kunnen een paar dagen duren. En op het moment dat er groen licht is voor al die analyses, dan wordt gezegd van nou ja, de inname kan weer open. Ze hebben gelukkig wel een mengbekken, noemen we dat. Daar zit altijd een buffervoorraad in voor een x aantal weken waar ze uit kunnen putten. Dus ze hoeven niet direct helemaal te stoppen met die productie. Dan halen ze het uit een ander bekken. Maar ze hebben het even moeten stremmen. Nou, dan een van mijn laatste zaken. Eigenlijk mee begonnen met de rivierprik en de beverdammen. We zien dat een van de zaken waar we tegenaan lopen is de rivierprik in relatie tot het bouwen van de dammen in het Gasterse Diep. Bij de ene laatste inspectieronde die we gedaan hebben, vorig jaar hadden we ongeveer 7 dammen in dat systeem zitten, op een rij. En daarmee zie je dus ook dat de getraptheid die je zag op de foto met 3 dammetjes, dat helemaal door het hele systeem aan het opbouwen is. Dat zou kunnen betekenen dat ze de fysiek misschien niet in kunnen komen. Maar dat betekent ook dat heel veel van de stromende habitat opgestuwd gaat worden. En dat er allemaal meertjes aan het ontstaan zijn. Wat weer negatief is voor de larven die heel erg gebaat zijn bij het stromende water. We waren toen al zover om te zeggen van ja, als dit in het najaar nog zo blijft en ze gaan de dammen nog veel hoger maken, dan zouden we misschien een aantal moeten verwijderen in de benedenloop. Om in ieder geval veilig te stellen dat de larven die daar zitten in een vak van 2000 meter, want daar zit de hele Noord-Nederlandse populatie in. Dit is ook de enige paaipopulatie die je vindt boven Zwolle. Die zou je dan kwijt kunnen raken. En dat is natuurlijk doodzonde. Niet alleen omdat je de soort daar maar op één plekje hebt, maar ook omdat je die soort graag wil behouden. Omdat we heel druk bezig zijn allerlei beekherstelprojecten uit te voeren. Dat doen we niet alleen in de Drentse A, dat doen we ook in de Hunze, dat doen we in de Ruiten A, Peizerdiep. En dit zijn uiteindelijk ook de beesten die je graag wil hebben voor de herbevolking, de herpopulatie van al die gebieden. En het zou zonde zijn dat we op korte termijn allemaal soorten kwijtraken. En ik neem dan de rivierprik even als voorbeeld. Maar de Drentse A die bevat veel meer soorten waarbij ze alleen maar voorkomen in de Drentse A en niet in de omliggende beken. Die zouden ze mooi kunnen verspreiden. Dus voor die termijn willen we ze graag kunnen behouden, zodat ze die andere gebieden weer kunnen bevolken. We hebben uiteindelijk geen enkele dam hoeven verwijderen. We hebben eerst gewacht van ja, wat doet het najaar. 2023 aan het einde werd heel nat. 2024 bleef het nat. Dus de hele winter was gewoon alles stond vol. En die dammen zijn er vanzelf uitgespoeld. Dus er is niet fysiek ingegrepen om dammen te verwijderen. Ze kunnen een beetje sneken, als een slangetje ertussendoor. Ja en nee, dat is een van de vragen die voor ligt om naar te kijken in hoeverre zijn ze in staat om dat te doen. Wat wij zien is dat die dammen, in het begin zijn ze redelijk transparant, zijn ze open, hebben ze allemaal gaten. Maar de bevers, als je een dam in zijn ontwikkeling bekijkt, in het begin is het grof hout, dan gaan we naar fijner hout, dat wordt dichtgezet. Maar vanuit die zijkanaaltjes slepen ze ook gewoon handjesvol met modder aan. Cindy heeft er prachtige filmpjes van gemaakt, maar ze zijn hem helemaal aan het afplamuren aan de onderkant. Dus dan zit hij echt dicht. Dus het enige water wat er overheen komt, dat gaat er ook echt fysiek over. En dat is best wel lastig, want ze hebben heel slecht grip aan dat hout om overheen te komen. Een van de onderzoeken die we ook hebben gedaan, dat was met telemetrie. Om te kijken met gezenderde prikken van wat gebeurt daar nou. Het interessante was dat we van die prikken best nog wel een redelijk deel langs een dam zien komen. Maar dat een groot deel van die prikken die blijft in dat stuwmeer zitten. Want dan valt de stroming weer stil. En uiteindelijk hadden wij maar 20% van de prikken die beneden waren begonnen, die kwamen boven op de paaiplaats aan. En dat is, als je kijkt naar de hele route van een rivierprik, want zoals in het filmpje mooi getoond werd,
Ze zijn afhankelijk van de route van Delfzijl helemaal naar de Drentse A. Bij Delfzijl komen ze eerst een zeesluis tegen, waar al een deel niet langskomt. Dan moeten ze helemaal door een groot kanalenstelsel. Daarvan weten we met zenderonderzoeken dat er al 85% afhaakt, omdat het gewoon de hele stroming stilvalt. Vervolgens moeten ze een beek op. Dan komen ze eerst nog waterzuiveringen tegen, waterinnamepunten. Er waren plannen om een grote bubbelbarrier te bouwen midden in Groningen in de route, om plastic te blokkeren. Prachtig, sta ik ook helemaal achter. Maar je kunt er ook prima vissen mee blokkeren. En zo zie je eigenlijk dat zo'n hele route je continu in de gaten moet houden om te zorgen dat je die populatie daar kan handhaven. Tot nu toe zien we zonder de bevers dat het nog stabiel is, wel op een laag niveau. Maar we zouden graag iets uitbreiden, maar het is nog stabiel. Maar nu met deze ontwikkeling, als je dan ook nog met dammen grote delen van zijn paaigebied ongeschikt maakt of niet toegankelijk maakt, dan heb je wel een risico. En de beschermde status van de rivierprik en de bever is hetzelfde in de Drentse A. Dus ja, welke afweging maak je dan als beheerder? Nou ja, dat zijn interessante discussies die we hebben met provincie en staatsbosbeheer. Het is redelijk stabiel, maar wat je ziet, en heb ik ook in mijn presentatie aangegeven, je ziet eigenlijk pas sinds 2018 dammenbouw. Dus we zien tussen 2006 en 2018 had je wel de bevers in het systeem, of die kwamen we sinds 2008 erin. Maar die hebben geen dammen gebouwd die iets blokkeren of de stroming veranderen. Je ziet alleen maar dat er een aantal projecten geweest zijn om wat meer substraat in te brengen. Daarna zien we het ook nog niet, omdat de rivierprikken voornamelijk in de winterperiodes aan het optrekken zijn, natte seizoen. En dat de dammen, op het moment dat we dachten dat het echt kritisch werd, ze er weer uitbraken. Dus dan kunnen ze in feite kunnen ze een bijpaasje nemen en dan kunnen ze er weer langs. De vraag is of je dat ieder jaar dat geluk hebt en of zo'n populatie daar tegen kan. Als je een nat jaar hebt, dan breekt zo'n dam eruit of overstroomt die en dan kan zo'n prik kan daar gewoon langs. Moet er wel voldoende habitat stroomopwaarts blijven stromen. Dat is wel een belangrijke randvoorwaarde, want ze moeten wel een stromende pijplek hebben. Maar stel dat je allemaal droge winters krijgt, die hebben we ook gehad, dan heb je de hele winter heb je een groot pijlverschil in het systeem zitten. En dan zien we A, dat ze al heel veel moeite hebben om door de zeesluis te komen en op te zwemmen. Maar B, dat ze dus ook in zo'n beek een serie van dammen gaan tegenkomen die allemaal een hoog pijlverschil hebben. En dat ze eigenlijk moeten gaan klimmen. Ja, dat is wat we de komende jaren ook veel beter in beeld willen brengen. Van ja, hoe groot is het risico? En als dat misschien één jaar gebeurt, nou ja, dat kan. Die larven zitten 3 tot 4 jaar in de beek. Maar als het jaarlijks gaat gebeuren, wat doet dat dan met je bestand? Ja. De laatste. Kijk. Maar ja, dat leidt er dus ook toe dat we best nog veel vragen hebben. Het was heel leuk om zo even aan de hand van de foto's zo'n locatie door te lopen en al die ontwikkelingen te zien. Maar het is eigenlijk natuurlijk pas vanaf 2018. Dus ja, wat gaat dat nu op lange termijn doen? Dus dat is ook een locatie waar we op langere termijn willen gaan kijken van ja, wat gebeurt daar nou? Wat gaat daar nou ontwikkelen? En hoe verhoudt zich dat ook tussen de wat meer statische doelen die we hebben voor Natuur 2000 of KAW of je landschap? Want dat gaat aanpassen, maar passen wij die doelen er dan bij aan? Of gaan we een andere slimme oplossing bedenken? En we willen voor dit project gaan we ook samen met provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, maar bijvoorbeeld ook Daan Bos van Hogeschool van Hall-Ladestein zijn we aan het kijken hoe we zo'n onderzoeksprogramma verder kunnen gaan opbouwen om dit ook veel meer gestructureerd en echt voor de lange termijn te kunnen blijven volgen op een paar plekken. En dat zal waarschijnlijk ook leiden tot een soort zonering in het gebied. Sommige delen laten we wel vrij stromen om te zorgen dat we daar in die benedenloop van het Gasterse Diep in ieder geval die prikken kunnen handhaven. Maar een stukje bovenstrooms, dat we daar meer de bevers hun gang laten gaan en kijken wat daar nou gaat ontstaan. En op basis van de gegevens gaan kijken van wat wil je daar dan mee op langere termijn. Ja. Voor ons ook. Dus...
Als ik systeembreed ga kijken en je haalt even dat kaartje voor je met die groene lijntjes. De stromende gebieden waar de hoogste kwaliteit aan stromingsminnende soorten zit. Dan zien we daar die opstuwing. En op het moment dat je zo'n situatie hebt met 16 dammen erin, dan stuw je eigenlijk al bijna 16 kilometer van die 40 kilometer ongeveer stuw je weg. En het is een beetje de optelsom van het systeem. Je ziet op de dam en benedenstrooms positieve effecten vaak, veel variatie. Bovenstrooms zie je het stilstaan. En er zijn nu al verschillende onderzoeken ook geweest met macrofauna, onder andere door Ralf van Donschot, die toevallig in het kader van een heel ander project had hij daar meerdere meetpunten liggen. En er komt een beverdam in. En hij ziet in één keer die macrofauna-score zo naar beneden gaan. Dus je ziet dat ze daar vrij snel op reageren. En als dat op één of twee plekjes gebeurt, vind ik het als beheerder nog niet erg. Maar als dat op te veel plekken gaat gebeuren, dan moet je of iets aan je doelstellingen gaan doen. Zeggen van ja, we maken dit stagnanter water. Of we moeten wat anders gaan doen. Laatste vraag. Ja. Het zou kunnen. Kijk, de Amerikanen doen het op grote schaal. Noemen ze trap and truck. Bij zalmrivieren wordt dat veel gedaan als mitigatie voor grote dammen. Maar op het moment dat ik zou zeggen van we gaan die prikken eruit zetten en die gaan paaien. En vervolgens vind ik die larven alleen maar opgestuwd habitat. Hebben ze er niks te zoeken. Ja. Ja, maar het is natuurlijk gewoon een half natuurlijke laaglandbeek en het is cultuurhistorisch landschap. Dus het is een grote tuin. En daar kunnen we net zoveel in rommelen als we zelf willen, maar uiteindelijk zetten wij zelf de doelen. Je rommelt nog maar een beetje door, hè? Je zult wel dorst gekregen hebben van uur praten, of niet? Ja. Toevallig een flesje wijn. Ja, applaus voor Peter Paul. Dankjewel voor... Boeiende verhaal, ja. Volgens mij is er heel veel mensen aan denken gezet door dit verhaal. En ook wel mooi om te zien hoe die bever gewoon lekker zijn eigen ding doet. Hè? We hebben even een kwartiertje pauze, 14:15. Dan zijn we weer terug en dan hebt u nog 2 of 3 presentaties te gaan. Dus ik zou zeker nog even een kop koffie nemen of iets anders. Maar het zijn ook leuke verhalen, dus zeker erbij zijn.